Hier achter mij is een voetbalveldje. Maar ja, nu niet meer. Nu liggen er allemaal bouwspullen voor de riolering en de herinrichting van Vlaardinger Ambacht. De bewoners zijn het hier niet mee eens, want ja, de kinderen kunnen nu niet meer voetballen. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Het schijnt dat die werkzaamheden een jaar gaan duren in Vlaardingen. Het houdt dus in dat de kinderen hun voetbalveldje een jaar lang kwijt zijn. Sinds hier in de buurt hierachter zijn ze met, ik denk, de riolering bezig. En sindsdien hebben ze dat veldje eigenlijk gebruikt als een soort uitvalbasis voor allerlei apparatuur en onderdelen. En dat vind ik wel jammer. Ik heb ook geen idee of wanneer het weer terug gaat komen of überhaupt nog terug gaat komen. Maar volgens nog zeg maar, kan er in ieder geval geen gebruik worden gemaakt van de kinderen, door de kinderen zeg maar, van het veldje. Ja. En het ergste van het verhaal is de bewoners aan de andere kant van de Goudse Singel. Die zijn netjes geïnformeerd over alle plannen. Ja, helaas, de bewoners aan de zuidzijde zijn totaal niet geïnformeerd over deze werkzaamheden. Ik ben ook niet geïnformeerd erover. Ik weet alleen dat, zeg maar, dat ze met het pleintje bezig waren en dat er misschien nieuwe plannen voor waren. Maar dat dit zeg maar, kwam was een redelijke verrassing. Ze hebben hier ook hiervoor hebben ze allemaal parkeerplaatsen. Aangebracht, uiteraard omdat natuurlijk de straten zeg maar, gewoon helemaal braak liggen, dus daar kunnen ze ook niet parkeren. Het gevolg is, wat je ziet, is dat ze overal tijdelijk parkeerplaatsen gemaakt hebben op de Singel. Weten we ook niks van, want het hondenuitlaatgebied is ook drastisch kleiner geworden daardoor. Het is niet zo dat het hondenuitlaatgebied groter gemaakt is voor de beesten. Er zijn heel veel mensen met een hond hier. Het is ook een inbraakgevoelige wijk hier, dus dat doen ze. Nou ja, de parkeerproblemen hebben ze iets mee gedaan. Het nadeel vind ik ook dat er zijn een soort boeren die dat werk doen. En die moeten zo nodig met hun trekkers en hun shovels door het gras rijden heen en weer. En ja, het wordt, kijk maar om je heen, het is een grote kleibende aan het worden. En dat is jammer. De gemeente geeft aan dat het inderdaad vervelend is voor de kinderen. Maar ook dat er weinig ruimte is in de buurt om de bouwmaterialen kwijt te kunnen. De bewoners moeten nog even geduld hebben tot het laatste kwartaal van dit jaar. Maar uiteindelijk zal het voetbalveldje mooier terugkomen.